Welkom bij een nieuwe aflevering van Merry Sranang Christmas. Het is nu al bijna 2 jaar zo dat we geen kerst op een normale manier kunnen vieren. Vandaar dat wij van Supreme zijn gekomen met een Merry Sranang Christmas. Vandaag heb ik Warsha Torilal Sarju hier bij mij op bezoek. En zij gaat ons natuurlijk het een en ander vertellen over kerst. Maar alvorens we dat doen, nodig ik de Santa Baby uit met de warme chocolademelk. Dankjewel. Thank you. Warsha. Proost. Proost. Merry Christmas. Yes. Ja. Zo weet er wat van. Nou, we gaan maar gelijk beginnen met de icebreaking questions. Noem iets over kerstmis dat de meeste mensen leuk vinden, maar waar jij een hekel aan hebt. Christmas carols zingen. Ja. Ik heb de valse stem die er is. Ik kan helemaal niet zingen. Er is precies 1 persoon die dat leuk vindt, dat is mijn kind. Maar die, tenminste geniet er 1 persoon van, hè? Ja. Welke kerstfilm of special is je favoriet? Home Alone. Everybody loves Hands Home down. Alone. Home Everybody alone. Loves Home Alone. Wat is de raarste of lelijkste kerstversiering die je ooit hebt gezien? De lelijkste kerstversiering en de raarste. Ik was een keer in Disneyland. Mm-hmm. En dan heb ik een man zien rondlopen. In plaats van echte kleding. Mm-hmm. Had hij dus lichtjes om zichzelf heen gewrapt. Ja, overal. Dus het was niet ja, het was echt raar per se een heel mooi gezicht. En ja. Het was heel raar. Ja. Het was gewoon heel raar. Maar dus hij was like fully naked en hij had alleen lichtjes. Hij had een spiedeltje aan. Uh-huh. En lichtjes gewrapt om zich heen. Oké. Okay. Ja. Walking, hij was heel comfortabel met zichzelf. Oh, dat leek me wel echt raar te zeggen. Ja, ik was even stil. Ja, ik kan me voorstellen. Hoe was kerstmis toen je opgroeide? Het is altijd heel leuk geweest thuis. Mijn ouders houden van kerst. Ze hebben heel vaak ook versierd. Mm-hmm. We doen het de laatste 2 jaar niet meer vanwege COVID. Mm-hmm. Maar mijn ouders beginnen in oktober met kerst. We beginnen de bomen al te versieren, ja. Zodat we altijd 25 november ready zijn. Ja. Ja. Want ik weet dat ik altijd zeg maar langs jullie huis ben gereden, ja. In verband met kerst, helemaal ja. Versierd. Ja. Het is een hele happening daar, mensen die voor de deur stoppen met hun eten enzovoort. Ja. En dat mis ik toch wel. Hè? Dat, ja, precies. Dus je COVID zorgt toch wel ervoor dat we heel veel niet meer kunnen doen. Precies. Ja. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer kunnen versieren. Mm-hmm. Maar tot dan... zitten we maar met de kerstboom binnen. Ja. Ja, ja. Ik zou toch stiekem het erf nog doen. Deel een levendige kerstherinnering, goed of slecht? Een levendige kerstherinnering. We hadden de opening van Burger King. We waren te laat. Dus zijn we een keertje op het pleintje voor mijn ouders huis gegaan met mijn hondje van 6 maanden. En het hele Burger King team. En we hebben toen... alle auto's gestopt, allemaal een burgertje gegeven om te laten dat proeven. Oh, dat is wel. Dat is echt leuk. Ja. Ik heb er volgens mij over gehoord. Ja. Volgens mij heeft het de kranten gehaald, als ik me niet vergis. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is dan wel leuk. Ja. Ik zie kerst altijd als the season to make people happy. Snap je? Ja, dus precies, dat leek me wel een heel leuk gebaar. Ja. Wat is je favoriete of minst favoriete kerstlied? Christmas carols. Oké. Mijn favorite song is misschien Silver Bells. Mm-hmm. Minst favorite, Jingle Bell Rock. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Ik begrijp je. Ik begrijp je. Welke gebeurtenis is je het meest bijgebleven sinds kerst 2020? Dus het heel jaar door 2021. Een kerstherinnering. Nou nee, niet per se. Gewoon een gebeurtenis. Een gebeurtenis. Mm. Zo. Oh, ik kon na lang weer op reis met mijn zoontje. Ja. Een paar maanden geleden. Uh-huh. Of een maand geleden of twee. En ik vond het geweldig om hem een keertje ergens te brengen waar het koud was. Mm-hmm. Dat had hij nog niet meegemaakt. Ja. Oké. Okay. Ja, en waar waren jullie geweest? We waren naar Duitsland. Oh, leuk, leuk. En was hij natuurlijk helemaal in zijn element. Ja. Nou goed, we hebben het eerste deel van de vraag gehad. Lekker vlot gegaan. Ja. En nu mag je naar Santa's lab. Dankjewel. Is goed.
Hallo daar. Hallo Santa. Oké. Zo. Nou, hoe gaat het met jou? Goed, met u? Prima, prima. Ben je voorbereid op de kerstdagen? Helemaal. Wel, dat is niet helemaal waar. Nog een paar cadeautjes in te pakken. Ah ja. Ja. Inpakken is altijd leuk, toch? Of niet? Nou, niet per se. Nou, ik ben gevraagd om je wat cadeautje vragen te stellen. Oké. Nou, zeg maar, wat is jouw favoriete cadeau dat je ooit hebt gekregen? Een hele grote koffieapparaat. Een hele grote koffieapparaat. Je houdt van koffie? Ik hou van koffie. Mm. Gebruik je het elke dag? Elke dag een paar keer per dag. En nou, kijk, ik hou van warme chocola. Maakt mijn dag altijd. Dat maakt die machine ook. Oh. Ja, dus 24 in de avond krijgt u warme chocolademelk. Dat is hoe het moet gaan, ja. Koekjes en chocolademelk voor de Sint. Ja. Nou, zeg maar dan, wat is jouw minst favoriete cadeau dat je ooit hebt gekregen? Een pingo-bout in een juttenzak. Een pingo-bout in een juttenzak. Ja. Ja, dat heb ik 17 jaar geleden gehad. Ik ben zeker dat je die niet van mij hebt gekregen. Nou, wat heb je daarmee gedaan? Aangezien ik wist 1 niet wat een bingo was en 2 eet ik geen vlees. Mm-hmm. Dus ik heb het gedoneerd. Nou, dat is taking some of that Christmas magic and putting it to use. Dat precies, is geweldig. Precies, ja. Nou, oké. Okay. We hebben gevraagd als je voorbereid bent dit jaar op kerst. Ja. Wie is de stoerste persoon aan wie je dit jaar een kerstcadeau gaat geven? Een hele kleine man van 4. Die zijn echt stoer, toch? Die zijn super stoer. Die zijn super stoer. Oké. En wat zou je zeggen, is een cadeau dat je altijd heel graag wou, maar nooit hebt kunnen krijgen? Let me see. Dat is een hele goede vraag. Uitgebreide kerstdiner waar ik niet hoef te koken. Ja, dat willen we allemaal. Ja, precies. Elk jaar moet ik eten ook klaarmaken en het is altijd wat. Ja. Je zou denken dat de kerst van vrees op kerst. Dat zou je denken. Dat zou je denken. Tweede kerst. Tweede kerst. Tweede kerst, ja. Eerste kerst ben ik bezig door de hele wereld. Precies, ja. Nou, dat kan ik helemaal begrijpen. Maar dat kan ik je misschien niet geven. Ja. Maar ik heb toch een klein cadeautje voor je. Oh, leuk. Nou, ik heb mijn zak niet bij me, maar als ik me niet vergis... Oh, daar is het. Daar. Ja. Kijk hier. Oh, geweldig. Kleine mooi. Engel. Dank je wel. En als je aan de onderkant kijkt, geeft die ook nog een licht. Ah, mooi. Ja, je kan die mooi op je kerstboom hangen. Ja. En dan altijd terug gaan bedenken. Ja, dank je wel. Ja. Mooi cadeau. Dus nu kan je rustig weer naar Charelle gaan en zeg haar dat de Sint de groeten stuurt. Ja, is goed. Dank je wel. Is goed. Wat leuk. Ja. Een kerstengel. Ja. En hoe vond je het bij de Santa? Het was leuk. Ja. Het was grappig. Ja. En heel merry. Ja. En ook nog een cadeautje van hem gekregen. En ook nog een cadeautje. Dus ik was goed. Oké, okay, mooi, ja, mooi. Ja. Dan gaan we verder. Als je dit jaar maar 1 soort Christmas goodie mocht hebben, wat zou je dan kiezen? Een hele grote mok. Peppermint coffee. Oeh. Lekker. Mm-hmm. Lekker. Voor welk ding ben je het meest dankbaar tijdens deze feestdagen? Mijn familie, mijn gezin en mijn collega's. Dat iedereen veilig door het jaar heen is gekomen. Er waren wat struggles, maar uiteindelijk zijn we allemaal gezond en gelukkig. Dus ik ben heel dankbaar daarvoor. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Want het afgelopen jaar was het echt wel fingers crossed dat mensen, weet je, dat hun gezondheid er niet aan ging. Ja, ja. En ik denk ook dat heel veel mensen geliefdes hebben verloren ja, het afgelopen precies. jaar. En dan ben je blij als jij niet tot die groep behoort. Precies, ik ben God dankbaar dat ons niet is bespaard is gebleven. Is gebleven ja. Mooi. Als je met kerstmis overal naartoe zou kunnen reizen, waar zou je dan heen gaan? Ik kom net al van Santa, dus... Aspen misschien, Colorado. Het is echt koud. Het is echt koud. Om te gaan skiën lijkt me wel leuk. Ja, oké.
Wat is je minst favoriete item op je kerst-to-do-list? Cadeautjes inpakken. Ik ben onhandig. En ik ben een perfectionist. Dus als die lijntjes niet precies zijn, ik kan 2 uren bezig zijn met zo'n klein cadeautje. Maar doet je niet dan een good job? Ja, oké, mooi. Ze was net daarmee bezig. Dan is alles gekofferd. Liever regenweer of zonnig weer voor kerst? Zonnig. Okay. Noem 3 woorden die kerst voor jou het beste omschrijven. Familie, liefde en joy. Ja, mooi. Ik denk dat iedereen kerst als familieseizoen ziet. Met heel veel liefde en gezelligheid en eten natuurlijk. Eten. Wat is voor jou de ware betekenis van kerstmis? Dankbaar zijn voor wat je hebt. En terug kunnen blikken en denken van hoe je jaar is geweest. En gewoon even stil bij staan van wat je allemaal hebt mogen meemaken. Mm-hmm. En hoe je het misschien anders zou willen doen. En gewoon echt dankbaar zijn waarmee je bezig bent geweest. En, een soort van bezinningsmoment, zeg maar. Ja, precies. Ja. Precies, ja. Okay, ja, ja. Mooi. Nou, we hebben het gehad met de vragen. Ja. Maar we zijn nu bij een superleuk onderdeel. Okay. En dat is eigenlijk onze 12 Days of Christmas calendar. Je mag dus nu een nummer uitkiezen. Mijn favorite. Een 6. 6. Ja. Oké, dan gaan we even kijken wat er achter nummer 6 staat. Ik kreeg zo meteen van een Santa Baby kreeg ik dus een cup met 3 lollies. Je krijgt 2 kansen per lolly. Dus in totaal mag je 6 keer gooien. En dat mag je binnen een minuut doen. Okay. Ja? Yes. Proberen binnen een minuut. Tenminste 1 lolly in een. Tenminste 1 lolly. Okay. Ja? En ik ga die cup dan voor je houden. Oké, okay, yes? Dat is goed. Misschien help ik je een beetje. Dus dat wilde ik je net zeggen. Ga mee met de lolly. Oké, okay, als de Santa Baby die spullen even brengt. So, thank you. En die lollies mogen bij jou. Dankjewel. Oeh, oké. Okay. Nou. Laten we goed ervoor gaan zitten. Ja, laten we meer naar voren. Oké. Okay. Zo. Dek jezelf. Ready? Ja. En go. Ja. Oké. Okay. Nog een keer. Woe! Almost. Nou, je kijkers kunnen niet zeggen dat ik meewerk hoor, want het gaat echt wel. Jammer. There we go. Goed zo. Great. En volgens mij was dat niet eens 20 seconden. Nou, geweldig. Die kumpje zo uit van basketbal. Oh. Shoot. Dus deze game was helemaal voor jou weggelegd, hè, omdat je van basketbal houdt. Ja. Oké. Nou, we hebben het gehad. Ja. En ik hoop dat je dus hebt genoten om ik hier heb genoten. Te zijn. Superleuk. Dankjewel dat jullie me hebben uitgenodigd. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, heb je nog een kerstboodschap die je misschien aan een familielid of geliefde of zo, of misschien de gemeenschap zou willen meegeven? Of misschien je collega's? Ja, sure. Als allereerst, Merry Christmas voor iedereen. En ik hoop dat jullie een hele mooie 2022 zullen krijgen. En een special I love you naar Sky Torilao. Oh, dat is echt lief. Nou, dat was het voor deze aflevering van A Merry Sranan Christmas. Ik wens jullie allemaal hele leuke en gezegende kerstdagen toe. En ik zeg ook nog een gelukkig nieuwjaar. En tot de volgende keer. Bye. This is another Supreme production. Supreme TV.